Yes, ik ben klaar om te gaan beginnen met sporten. Kijk, je ziet toch bijna niks. Pas jij daar nog op? Een dikkere bootheid. Kijk eens wie er in slaap is gevallen. Alles wat ik doe, doet gewoon zeer en ach. Ik word met een knop op. Je bent kapot. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en wij gaan lekker zwemmen. Alleen niet zo slim, want ik had vanochtend mijn haar gedaan en nu gaat mijn haar dus dan weer helemaal door de war zitten van het zwemmen. Maar ja, not so smart. Kom maar aan, man. Nou, waar gaan we zwemmen? Ja! Kijk eens wie er in slaap is gevallen. Memphis. We gaan zwemmen. Memphis, oh, je bent helemaal aan het zweten, schat. Memphisje. Hi. Ik ben net zo leuk. We gaan zwemmen, ben je wakker? Ja, ik ga hem uit doen. Wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht. Hij is net wakker. Handje vast, goed zo. Ik ga je pakken. Nou, we zijn eindelijk aangekomen bij Center Park. Ik ga weer zeggen dat ik honger heb, want ik heb wel gegeten, maar ik heb gewoon weer honger. Dus ik ga daar even wat halen. Ik ben wel soort van nog op dieet. Ik ben ook tegenwoordig helemaal bezig met sporten en zo. Kijken wat ze hebben aan gezond eten. En ik heb vandaag trouwens niet gesport, want ik had al 2 dagen gesport en ik heb mega spierpijn. Ik kon gewoon mijn bed niet uitkomen, zo'n spierpijn. Alles wat ik doe, doet gewoon zeer. En oh, oude mensen moeten ook niet sporten zoveel. Lekker even zwemmen. Kijk op auto. Voor mij lijkt dit wel voor een parachute. Ja, lijkt wel of je gaat parachute springen met het ding op. Ja, ik ga het zo. Ga je parachute springen? Trap helemaal naar boven. Ja. Spring ik, doe mijn parachute, land ik in het water. Wow. Zie je het? Schildpadje! De grote daarachter. Wow, dat is een schildpadje. Schattig. Wat zeg je? Schattig. Schattig, hè? Zo, Memphis was net lekker in slaap gevallen in de auto, wat echt op zich super lekker is. Maar hij... ja, ik zie hem, schatje. Hij wil dus niet meer in zijn bedje slapen. Hij slaapt dus alleen maar nog in de auto tussen de middag. En we merkten al vanochtend dat hij heel erg kribbig was. Doe maar niet, hè, man. Die de hele tijd aan het huilen was en aan het hangen en aan het zeuren. We hadden echt zoiets van, oh. Dus dachten, weet je wat, we gaan zwemmen in de auto, ga je gewoon lekker slapen. En uiteindelijk is hij wel gaan slapen in de auto, dus daar ben ik wel blij mee. Wel een dikke uur geslapen. Want hij was ook al vanochtend om 6 uur wakker. Oh my god, 6 uur, serieus. Vermoeiend. Ja, schat. Wat is dit, ja? Jongens. Klaar voor? Lekker. Ja, ze kwamen net al naar ons toe, dus schildpadjes. Ja, schildpad, hè? Mooi, hè? Je geeft wel heel erg licht met die t-shirt. Ja. Pas jij daar nog op? Ja. Ik ben van de glijbaan afgegaan. Ik heb het nu echt super koud. Ik weet niet. Een echte koukleun of zo. Het is helemaal niet warm of zo. Wat vind je? Dat groene wat erbij is. Nee, dat niet. Hoe heet het waar we zitten, Nick? Mama. Kijk nou. Vind je het lekker? Lente. Gisteren niet meer echt gevlogd en ik moet nu ook even mijn dingen eraf halen. Maar ik ga zo meteen sporten. Want ik had al verteld dat ik dus echt super gezond bezig ben de laatste tijd. En weer eigenlijk gewoon mijn figuur terug wil. En een dikkere booty. Dus voor mijn dikkere booty moet ik wel even lekker gaan sporten. Ga ik zo verder. Ja. Een beetje verkleuring overal. Yes, ik ben klaar om te gaan beginnen met sporten. Yay. Ik heb mijn workout ding aan. Het is echt bloedheet. Ga nu beginnen. Yes. Nu? Nu ja. We moeten toch ook eten? Ja, maar ik doe wel van... Ja, dames, ga dan eten. Hij is zo langzaam, hè. Even serieus. Kijk, je ziet toch bijna niks. Memphis, doe je mee?
Ik heb net mijn workout gedaan. Ik ben echt kapot, man. Die was echt zo freaking zwaar. The water. En ik zit lekker even in de tuin. Ik ga zo even een lekkere smoothie maken voor na mijn workout. Vind ik altijd super lekker. Lekkere volle smoothie met avocado en alles erin. Daarna ga ik even douchen aankleden. En dan ga ik even wat plantjes halen voor de tuin. Om het nog iets cozier te maken. En ik moet die klimopplant nog kopen. Dus daar ga ik dadelijk voor kijken. Mijn haar ziet er niet meer uit. Het is helemaal uitgezakt van even sporten. Verslavend als in de zin van wanneer je spierpijn hebt, dan voelt het lekker of zo. Dan lijkt het net alsof je echt wat hebt gedaan. En daar bevind ik mij nu zeg maar in. Ik weet niet, misschien als je het voelt, dan lijkt het ook alsof je het in de spiegel ziet of zo. Terwijl dat kan nog helemaal niet. Maar ja, who knows, misschien kan het wel. Ik weet het niet. Ik heb trouwens al een paar nieuwe plantjes. Kijk, super schattig. Een koffiefiltertje overheen gedaan. Ja, maar deze, die, ik denk niet dat die het meer redt. Ik denk dat ik daar een nieuwe voor moet kopen. Want... En deze, ja. Ik denk ook niet meer dat deze het gaat redden. Dus ik hoop dat hij weer een beetje tot leven komt, deze. Ik zie hier nog wel groen, dus... De enige die het echt goed doet. Zo blij. Ik ben niet echt een plantenmens, maar... Google helpt enorm wat dat betreft. Dus... Dit gaat er allemaal in. Nou, dit is alles wanneer het bevroren erin zit. Maar ik dacht... Ik heb nog een beetje chiazaad. En die ga ik erbij in doen. Ik heb geen amandelmelk, helaas. Het wordt rijstmelk. Vast. Zo'n romige structuur heeft. Oh, het gaat er alweer naast. Hij is echt wel romig hoor, van die avocado. En die mango, die maakt het weer een beetje vers. Nee, nou vers, niet vers. Een beetje summery. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar hij maakt hem in ieder geval vet lekker. Andere keer kan ik wel wat toppings opdoen, banaan of zo. I'm loving it. Ja. Yeah. Ik hoor het niet. Hoezo niet? Hier, proeven. Nee. Proeven. Nee, ik hoor niet proeven. Waarom niet? Het is toch lekker? Nee. Niet zo mama boos. Opeten. Moet mama het opeten? Ja. 100 uur later, we gaan eindelijk plantjes halen. Ik heb dus deze gisteren gekocht. En nou is de bedoeling dat hij helemaal omhoog gaat klimmen. Ik hoop dat hij dat gaat doen. En deze twee nog. Vind ik wel schattig zo staan. Zo'n hoekje. En die had ik ook nieuw gekocht bij de Zenos. Deze. Ik vind dat zo'n mooie plant. En hij is ook heel makkelijk te onderhouden. Dus super blij mee. Ik denk dat ik hier een varen in ga doen. Want dit ziet er niet uit. Die is nog een beetje oké, maar deze is echt helemaal op sterven. Rara, wat ben ik aan het kijken? Oeh, kijk eens, lekker theetje. Ik ben tegenwoordig helemaal fan van, hoe heet dat nou? Slaap lekker thee met lavendel en zoethout. Is zo echt super lekker. Dat doe ik iedere keer voordat ik ga slapen. Anyways, dit was alweer het einde van mijn vlog. Want ik ga zo meteen slapen. De jongens die liggen al op bed. Ik weet het, is zon schijnt. Nou, zon schijnt niet, maar het is nog licht buiten. Maar ze waren echt kapot moe. Dus ik had wel een beetje zoiets van, nou ja, ga maar lekker naar bed. En dan morgen weer lekker vroeg uit de veren. Ik weet niet hoor. Ik heb al 3 dagen achter elkaar niet meer donker gezien. Omdat ik ook zo freaking vroeg naar bed ga. Of het ligt eraan dat ik gewoon een leven moet krijgen. En niet zo huismoederig moet doen. Maar ja, anyways, dit was het einde van mijn vlog. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je bij mijn volgende video.